En ik wil hier Homestead schrijven. Ik denk, nou, vet, weet je, komt het park in, staat Homestead, mooi. Je kan allemaal dingen kopen, je kan naar de wc, helemaal top. En ik zit hier like, bij de grote letters te kijken en ze hebben gewoon geen D. Ze hebben gewoon geen D. Ik bedoel, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tot en met 9, A, een N teken, een arrow, een B, een C, een comma, een dollar en dan kom je bij de E. Maar er zit geen D tussen. En dan denk ik van, ik heb nu gesorteerd bij Lars en kijk, je hebt hier wel de D, maar die is super klein. Deze boy is gewoon like mini. Een hele goede dag, dames en heren, jongens en meisjes, genderneutrale mensen die kijken. Jullie zijn allemaal welkom bij deze nieuwe serie op Scat for Games. Je ziet deze mooie olifant al helemaal enthousiast zijn, want ik ben net zo enthousiast als die olifant. Want deze game is een mooi gamepie. Ik kan je vertellen, dit is een mooi gamepie. Het is Planet Zoo. Had je niet verwacht, hè? Haha, nee, ik ook niet. Ik eigenlijk wel, want ik maak de serie. Dat makes sense, actually. Ik ga mijn koptelefoon opdoen, want wij gaan into the gaming experience. Wat deze game nou is, spreekt voor zich. Je moet een dierentuin bouwen. En dat is het. Dat is de hele game. Dat kost gewoon 45 euro om een dierentuin te bouwen, dames en heren. Nee, oké, luister. Het is dus de bedoeling dat wij op Scat for Games een hele mooie dierentuin gaan maken met mooie diertjes. Ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Gewoon veel gezelligheid, veel mensen, veel geld verdienen. En hopen dat onze dierentuin de beste ter wereld wordt. We gaan één gigantische dierentuin maken. Ik heb al een paar keer dit spel gespeeld voor mezelf. Want ik snapte de game in het begin uiteraard niet. En ik vond het een beetje, ik vind het altijd saai om te kijken bij andere mensen. Dus ik denk, ik kijk even hoe de game werkt. En nu weet ik hoe de game werkt, dus kunnen we meteen goed beginnen. Wat wij gaan doen in de serie is Challenge, niet Franchise. Hier is dat Franchise. Niet Franchise. En dat is omdat Franchise nogal online. Tenminste, ik heb ervoor gekozen dat ik Challenge veel, veel leuker vind. Aangezien Challenge gewoon één dierentuin is. Één grote dierentuin. En ja, nee, dat vond ik gewoon leuker. En dit is mijn serie, dus dat ga ik gewoon lekker doen. Haha. Hier, dit is mijn privé dierentuin. Hartstikke leuk. Kan je nog wel een keer in de toekomst zien of zo. Maar wij gaan gewoon voor nu een eigen dierentuin maken. En wat ik dacht, is wij doen hem in temperate. Want dan kunnen we gewoon elke kant op. Dat is gewoon middelmatig, weet je. Normale temperatuur kunnen we elke kant op met de dieren. Kan sowieso wel, maar dan is het een beetje neutraal, snap je? En ik dacht, wat nou leuk als we het gewoon in Azië doen. Gewoon een beetje, weet je, niet in de, ja, Europa kan ook wel, maar dat, weet je, dat is zo dicht bij huis. Niet leuk. Weet je, hier is het koud, regen, winter, koud, bleh. We doen lekker in Azië, daar is het mooie bergen. Misschien lekker weer, ik weet het niet wat het daar nu is. Volgens mij gewoon ook winter, maar goed, je hebt daar mooie bergen. Dus we gaan gewoon naar Azië. En een naam voor onze dierentuin. Dat is het allerlastigste van de hele game eigenlijk. Een naam verzinnen vind ik het allerfucking lastigste. Echt waar. Ik ga lekker gewoon een naam nakken van mijn vriendin. Dankjewel schatje. Homestead Park. Homestead heeft zij bedacht in een Minecraft server van ons. Dus ik ga die gewoon gebruiken. Vind ik leuk. Homestead Park. Doen we. We gaan onze zoo maken. En ons beertje loopt dan naar voren. En dan gaat ons gebied gaat bouwen. Nou, zoals je ziet, we zijn er. Ik zet de game meteen op pauze, want anders gaat er meteen geld weg. En dat willen we niet. Nou, de game is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon een dierentuin bouwen en zorgen dat je niet failliet gaat. Ik ga niet, like, natuurlijk in dev helemaal uitleggen hoe het spel werkt. Als je het gewoon wil spelen, moet je dat lekker zelf doen. En moet je het kopen. Ik raad de game heel erg aan. Ik vind het 45 euro echt wel waard. Kijk, als het 60 euro was het misschien een ander verhaal geweest. Maar ik vind 45 euro een goede prijs voor dit spel. Nou, het is de bedoeling dat we natuurlijk dieren gaan hebben. Je hebt hier een animal markt waar nog niks op staat. Omdat ik waarschijnlijk... Ik moet eerst een trading center neerzetten. Oké. Nou, je moet dus gewoon... Je hebt hier allemaal opties. De prijzen van je park. Openingstijden. Staff members. Animals die je hebt. Habitats. Exhibits. Graphs. Loans. Marketing. Alles. Oh, je hebt marketing. Dat wist ik niet eens. Oké, je hebt alles. Je hebt dus heel veel. Het is heel uitgebreid. En wij gaan gewoon bouwen en kijken waar we komen. Hopen dat we niet failliet gaan. Wat wel altijd handig is als we gewoon met een pad beginnen. I mean, dat is 9 van de 10 keer wel de bedoeling. Ik vind dit pad altijd een nice beetje een soort van kiezelsteenachtig. Deze moeten ook steen, anders dan kan dat mijn autisme niet aan. Zo, ja. En dan doen wij het main pad, laten we... Nou, wat doen we? 6? Ja, 6 breed. Dat is niet te breed, maar ook wel een beetje... Oké, weet je. Wat ik leuk vind, als we like, in het midden komen en je komt meteen in een soort van cirkelachtige, ja, mooie natuurgebied, weet je. Dus ik ga hier een soort, ja, cirkelachtig omheen maken. Zoals dit ongeveer. Nou, dit is als goed is synchroon, toch? Ja, dit is synchroon, weet je. En dan begin je hier gewoon met nog een pad. Ga je hier ergens naartoe. En dan gaat hier nog een pad ergens naartoe. En dan gaat hier ook nog ergens een pad naartoe. En dan, weet je, dan hebben we een soort van overview van hoe we de zoo in elkaar kunnen zetten. Dit staat niet gelijk. Dat triggert me de mateloos. Zo, hebben we 3 main roads.
perfect. Laten we even wat... ik zal de game op play zetten, want dan gaat hij zo zeuren van... Yo, luister. Jij hebt sommige dingen nog niet, als het goed is hoor. Dat hoort zo te zijn. Soms dan zegt hij dat... Oké, laten we het zeggen, nu zegt hij dit niet. Ook goed. Nou, wat we dan moeten doen is de facilities bouwen voor onze stafmembers. Wij moeten zo zorgen dat mensen een rustplek hebben, dat ze kunnen researchen in een gebouw, dat er moet een dierenarts zijn. Er moet allemaal gebouw voor zijn. Super geld, echt super nice. Maar wat dus ook het probleem is in dit keer, nou niet echt een probleem, het is gewoon een feature, uiteraard, het is geen probleem. Maar gasten, die vinden het niet nice als er, like, stafbuildings gezien worden. Stel, jij hebt hier al je stafbuildings, en dan zitten ze echt van, stafbuildings, vies, lelijk, bah. Ook al zet je een moeilijk mooi huis neer, is gewoon lelijk. Vinden ze gewoon lelijk. En dat vinden ze niet blij. Dus je moet een soort van, ja, een achterdochtig dorpje-achtig maken. Tenminste, dat doe ik dan altijd. Je hebt hier dan een soort, heb je hier gewoon een soort van, ja, pad. En dan bouw je hier, like, wat staff-facilities aan. En dan kan je daarmee weer werken, weet je. Dat, tenminste, zo heb ik het altijd een beetje in mijn hoofd gehad. Oké, ik heb misschien wel een klein ideetje in mijn hoofd nu. Besef ik me net. Laten we even iets uitproberen. Oké, wat we sowieso nodig hebben is uiteraard een staffroom. Dat spreekt voor zich, want die moeten ook kunnen rusten. Ja, zelfs in-game hebben mensen pauze nodig. Je zal het niet geloven, maar het is toch echt zo. Noemen we die daar. Noemen we een trade center. Want met een trade center kunnen we diertjes fixen. Het zou een beetje naar zijn als je, like, in een dierentuin geen diertjes kan fixen. I mean, dat is wel sad. Die zetten we ernaast. Dan hebben we nog een vet surgery, want dieren moeten niet ziek worden. Dan doen we nog een keeper hut, zodat we tenminste eentje hebben. En dan doen we nog een quarantine aan deze kant. En zullen we gewoon meteen alles erbij doen? Is dat handig? Workshop en research center. Weet je, fuck it ook. Weet je, vorige keer heb ik dit ook gedaan in mijn andere dierentuin. En dat werkte ook gewoon, dus doen we. Nou, ik vind dit wel mooi. Het staat wel mooi zo allemaal bovenop, weet je. Gewoon, dit is dit. Duidelijk. Laten we er even iets omheen bouwen, want anders is het ook zo lelijk. We zijn nog een nieuwe dierentuin en dat betekent dat we nog niet zoveel geld hebben. Dus ik zeg dat we er gewoon, like, lekker goedkoop hout van maken. En dan komt vanzelf wordt het wel wat mooier en wat meer duurder. Want, weet je, maar we moeten nu gewoon een beetje... Ja, we zijn gewoon een beetje krap bij kas. Zo gaat het nou eenmaal, hè. Als je een nieuw bedrijf begint, dan moet je gewoon even opletten op je geld. Zo, doen we er even een mooi dakje op. Hoppatee, bam, 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 bam. Dat gaat toch allemaal zo snel, hè, jongens. Echt, het is, deze game is hier echt voor gemaakt. En dat vind ik fijn, want dan heb je gewoon een soort van mooie, ja, simpel huis. Het is een mooie straat eigenlijk, weet je. Hout, doen we een beetje boompjes bij hier, weet je, wat voor boompjes doen we? We wonen natuurlijk in Temperate. De biome Temperate doen we dan. En dan hebben we hier, like, hebben we hier een leuk boompie. En hier hebben we ook nog een leuk twee boompies. En hierachter doe je nog een beetje boom en hier doe je een boom. En dan heb je, like, een leuke straat en dan valt het niet op. Kijk, zo heb je in de verte, heb je dat. Je hebt ook een map dat je kan zien, zeg maar, hoe erg het is. Dat waar mensen er last van hebben. Hier, negative impact on buildings. Nou, dit is rete ver weg. Hier gaan ze echt geen last van hebben. Dus dat, we zitten goed, we zitten goed. Oké, nou moeten we nog wat stafmembers moeten we inviten. Of aannemen. Ze moeten voor ons werken, keihard. We hebben een... caretaker nodig. Laten we even op de gameplay zetten. Dan kunnen ze gewoon lekker naar een dingetje lopen. Een keeper. Een mechanic. Een security. Een vendor. En of dat, nou ja, reserve vendor. En een veterinarian. En wat we nu kunnen doen. We hebben nu voor alles eentje. Dat moet uiteraard straks wel meer worden. Maar ja, we moeten even budgetteren. We hebben een nieuwe challenge erbij gekregen. Adopt habitat species. Adopt two different habitat species. Dat komt goed. We gaan straks ons eerste dier adopteren. No worries. Maar eerst wil ik even de research starten. Want dat is best wel belangrijk. Oh shit, onze dingen hebben geen power. Dat moet natuurlijk ook nog. Onze dingen hebben power nodig. Even kijken, facilities. Waar staat dat ook alweer? Hier. Transformer. Oh ja, natuurlijk. Oké, laten we dat een beetje erachter zetten. Ik vind het een beetje lelijk als het er zo voor bam staat. Je hebt een mooie stafstraat en dan staat er in één keer een gekke power supply ding ervoor. Laten we dat niet doen. Zo, naast de boom. Oh, dat is wel heel groot. En zo. Bam. Nou, hebben we hier een power supply erachteraan. Staat heel mooi verborgen. Als het goed is hebben ze nu allemaal power. En kunnen we de research beginnen, toch? Ja, kijk. We kunnen, like, bijvoorbeeld een ziekte doen. En met een mechanic kunnen wij... even kijken, wat is handig? Wat is handig om te doen? Het is wel even een dingetje. Ik zeg dat we, like,
de New World theme. Dat vind ik wel een mooie theme altijd. En dan unlocken we zeg maar de bouw. Zo'n houten muur en zo'n dak. Dat mogen we dan zelf mee bouwen. Dus dat is wel leuk. Nou, dat gaan ze nu allemaal leuk doen. Dan nu. Ons eerste dier. We hebben een dier nodig. Wat is er op de markt? Oké, laten we even kijken. We hebben kamelen. Kijk, we hebben dus twee verschillende soorten currencies. We hebben gewoon uiteraard dollars en we hebben conservation credits. En die krijg je door je elke dag in te loggen blijkbaar. Je moet dieren in het wild. Als je bijvoorbeeld een diertje, als twee diertjes samen elkaar leuk vinden, dan poepen ze een baby uit. En die kan je dan weer in het wild vrijlaten. En daar krijg je dus van die punten voor. Super handig. Selling in the marketplace. Nou, dat is dan voor franchise mode. Dat doen we niet. Sending your avatar to visit other zoos. Completing community challenges. Nou, gewoon dus challenges doen. En dieren in het wild vrijlaten. Dat is eigenlijk het idee. Maar wat we nu gaan doen. Want we hebben natuurlijk niet zo heel veel. We kunnen kamelen gaan doen. Ze hebben alleen geen vrouwtjes. Goed om te weten. Heel veel. Niet te veel mannetjes in één hok. Want dan gaat het heel snel heel fout. Of tenminste, dan gaan ze heel snel vechten. Dat heb ik gemerkt. We hebben tijgers, maar dat kunnen we niet kopen. Wat kut, wat jammer. We hebben een wilde beest. Een bonodo. Oké, dat kunnen we allemaal. Oké, we moeten even met geld, want anders kunnen we het niet, allemaal niet kopen. Dit is er nu op de markt wat wij kunnen halen. We kunnen een ostrich halen. Hebben we een mannetje en een vrouwtje van een soort? Een okapi. Oké, we hebben een mannetje. Oh nee, dat zijn. Oh, oké. Nou, dat kunnen we halen, want het zijn er maar 40. Maar wat is een okapi? Like. Ik ben best wel benieuwd wat een okapi. Oké, een okapi. Dat zit bij de O van ok. Dat je het even weet. Een okapi. Hij is een. De okapi zijn een danger jungle. Oh nee. Oké, ze zijn. Leuk en tropical. Dan moeten we dus pittig wat. De temperatuur omhoog doen. Ze hebben best pittig wat land requirements nodig. One male, one female. Oh, dat hebben we. Age of sexual sterility, death. Oké, dus die zijn gewoon reproduceren. Die kunnen gewoon reproduceren totdat ze dood zijn. Top. Nou, weet je wat het is? Deze dieren kosten ons geen geld. In principe. Like, want ze kosten ons maar 40. Waar zijn die okapi's? Kom eens terug. Hallo, koekoe. Ja, hier. Want ze zijn maar 40 per stuk. En we hebben er 300. Dus ik zeg, doen. En ze zijn hartstikke goed. En deze is iets minder long. Oh, deze is heel fertile. Deze pik heeft goed zaad, ouwe. Akono. Goed zaad, pik. Heeft goed zaad. Adopt. Top. Oké, nou, we hebben onze eerste twee diertjes. Wat leuk. Nu moeten we nog een hok voor ze maken. En ik dacht gewoon, we beginnen aan deze kant. Want ja, logisch, daar beginnen we. Wat ze nodig hebben is dus specifiek 1081 vierkante meter. Ik weet niet waarom 81, maar sure. 8 tot 40 graden. Het is nu 26. Nou, trouwens, ze hebben helemaal geen tropical, want het is gewoon warm genoeg. Top. En ze hebben een grade 2 fence nodig. Nou, dan gaan we het toch even fixen. Als het goed is glas is grade 2. Ja, glas is grade 2. Dus dan kunnen we gewoon hier mooie glazen dingetjes maken. Is het een idee als we een verlaging maken? Ik dacht als wij nu al een beetje met ons terrein gaan klooien. Yeah. Kijk, als we dit doen, kunnen we een mooie soort verlaging maken. Niet te laag, maar gewoon een beetje. Oh, een beetje dit. Beetje zo. Weet je, dan doen we een beetje flat maken. Waarom wordt het nou soil? Dat vraag ik. Werkt dat zo? Ah, dat werkt zo, joh. Oké, sure. Doen we zo. Weet je, gewoon chill. Oké, een soort van. Weet je, ik vind altijd mooi als het terrein niet zo plat is. Gewoon een beetje heuvels, weet je, realistisch. Weet je, dan heb je wel gewoon wat mooiere shit. Even kijken, laten we gewoon alvast de hekken neerzetten. Ik stel voor dat we het pad hier een beetje uitbreiden. Naar ongeveer, pop. Zodat we hier. Hier kunnen mensen dus gewoon lopen. Wat we doen, we zetten hier like, wat glas neer. En hier zetten we ook wat glaswerk neer. Nou, is het hier glas, dan kunnen we het hier van steen maken op zich. Want ja, I mean, like, daar gaan toch geen mensen lopen. Dus ja, waarom zou je daar niet van steen maken? Dit zal toch wel groot genoeg zijn. Dit is een pittig groot hokker. En ja, doen we tot hier. En dan doen we van de vier weer glas. Want ja, mensen moeten wel de diertjes kunnen zien uiteraard. Bam! Zo, we hebben ons eerste habitat. Top. Laten we een gate doen. Een habitat gate. Nou oké, dit ziet er al goed uit. Gewoon like een habitat gate. En hoeveel is dit in totaal? Dit is 2484 vierkante meter. Zo. Ik denk dat ik ietsje te. Oh, trouwens, wat we kunnen doen. Misschien vond ik misschien ook wel een leuk idee. Als wij dit nog lager maken. Dit stukje. Kunnen hier gewoon like een heel klein poeltje maken. En dan hebben ze natuurlijk minder ruimte. Maar omdat we hun zo'n groot hok hebben gegeven. Maakt het niet zoveel uit. Thank you.
Zo, ik heb het hier een beetje een soort van, ja, hoe noem je het? Een poeltje gemaakt, een rotsje. En dan kunnen ze hier gewoon rondlopen. Ik denk dat dat wel oké is. Ik weet niet, ze houden, of tenminste, dieren kunnen... Ze hebben geen water nodig, maar water is altijd oké. Kunnen we ze researchen? We hebben ze nog niet. Oké, nou, dat is jammer. Ja, en om te weten wat ze nodig hebben, moeten we de diertjes er gewoon in doen. Dus ik stel voor we ze klikken op play. Animal trail. Wow, chill. Oké, dankjewel, chill. Nice, oké, we gaan onze diertjes erin doen. Hoppatee, bam. En nou ja, die gaan er nu, worden er als goed is nu naartoe gebracht. En dan kunnen wij, besluiten wat ze nodig hebben. Ondertussen kunnen we wel wat facilities voor de klanten neerzetten. Aangezien die ook wel eten en zo nodig hebben. We kunnen een Looney informatieve center. Dat is altijd handig om te hebben. Dan doe je hier een Looney Balloons. Dan doe je hier wat drinken. En dan heb je een toilet en een chief beef. Nou, kijk, dit is toch echt helemaal top. Ook voordat ik de dieren ga releasen, wat ik vergeet. Deze dingen, donation boxes, die zijn heel belangrijk. Ik vergeet ze altijd. Je moet ze altijd gewoon hier neerzetten voor de habitat dingen. Want dit is het hele vorm van inkomen. Ja, dat is zeker waar. Hier moeten mensen hun geld zo in strooien. En dan krijgen mensen geld. Dus we zijn gewoon heel erg gierig en zetten gewoon lekker een ATM naast dit ding. Oké, ik zit hier dus een beetje het beginstatement ding te maken. Nou, gewoon een beetje een mooi huisje, weet je wel, dat het er een beetje goed uitziet. En ik wil hier homestead schrijven. Ik denk, nou, vet, weet je, komt het park en staat homestead mooi. Je kan allemaal dingen kopen, je kan naar de wc, helemaal top. En ik zit hier bij de grote letters te kijken en ze hebben gewoon geen D. Ze hebben gewoon geen D. Ik bedoel, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tot en met 9. A, een M teken, een arrow, een B, een C, een comma, een dollar en dan kom je bij de E. En heb je F en een full stop en een hashtag en een I en een... Nou, gewoon hele. En een parenthesis. Een T, een U, een V, een W, een I, een I, een Z. Maar er zit geen D tussen. En dan denk je van... Ik heb nu gesorteerd bij large. En kijk, je hebt hier wel de D. Maar die is super klein. Deze boy is gewoon mini. Homestead. Oké, weet je, als er geen andere keuze is, dan is het dit maar, hè? Dit is zo Waarom zit er geen D in het spel? Waarom zit er geen grote D in het spel? Wie heeft dit verzonnen? Het gaat echt van naar de C naar de E. Ik mis gewoon een letter in het alfabet. What the fuck, man? Oké. Bij deze homestead is met een kleine D. Want de game is de game, ja, blijkbaar. Nou oké, we zetten het park op play en dit is wat we nu hebben. We hebben een homestead, de kleine D. Dit is een soort van het huisje, het instant huisje. En hier komen de klanten dan uit, als het goed is ooit. En als het goed is komen, ja, daar zijn ze. Onze, wat waren het ook alweer? Okapi's, onze okapi's zijn er. Sorry, dit duurde echt even 10 minuten voordat ik die shit daar had gebouwd. Ik wilde het even mooi hebben. Oké, kijk ze nou, wat een cuties. Nou, ze zien er leuk uit. De welfare is natuurlijk een stukje lager, want we moeten de habitat even aanpassen. Kijk, het is helemaal kut voor hun. Nou, wat is het probleem, jongens? Kijk, dan moeten we eerst even kijken wat voor terrein ze nodig hebben. Ze willen weinig short gras, maar wel een beetje. Oké, nou, dan doen we hier een soort kleine plain. Nou, top. Dat ook geen long grass. Heel veel soil willen ze. Doen we hier een beetje hard soil, deze hier omheen. Oké, een klein beetje zand mag. Mooi, want anders is het een beetje jammer voor de beach. Zo. En doen we de rest een beetje light soil. Doen we hier gewoon een beetje light. Hoppatee. Nou, dat is het eigenlijk wel. Zo. Beetje gras, beetje strandje, beetje stenen.
ze mogen nog, nou hier nog misschien een beetje rocks of zo, een beetje, ja, dat. Nou, nu zitten ze goed. Ze hebben een hard shelter nodig. Kijk, dat is ook een ding. Ze hebben natuurlijk onderdak nodig. En dat kunnen we hierdoor fixen. Kijk, we hebben hier gewoon standaard shelters en ze zijn niet zo groot, zo te zien. Dus we hoeven ook niet een extreem groot shelter te maken. Kijk, we kunnen hier gewoon bijvoorbeeld hier al op de grass plains kunnen we er eentje neerteffen. En dan, nou niet, dan graag het hele ding. Zo, ja. En dan kunnen we, oké, okay, als we nou, oké, dat gaat dus niet. Okay, wat hadden we nou deze? Ja, doen we zo en doen we X en dan kunnen we hem ietsje omlaag. Zo, ja, en dan hebben we gewoon een soort van, ja, gewoon een cute soort staand huisje. Vind ik wel leuk. Even kijken of het het doet hoor. Want soms willen ze het nog wel eens zitten van, het is niet goed. Kijk, ze hebben hard shelter. Klik op play en dan hebben... Oké, dat is lang niet genoeg hard shelter. Dat gaan we even anders aanpakken. Nou, en dan hebben we hier een soort stenen hok gemaakt. Kijken of ze dat wel goed vinden. I mean, ik hoop dat ze een beetje genoeg tegen de regen kunnen verstoppen nu. Even kijken. Wat hebben ze met haar? Kijk, 100% hard shelter. Nou, dan kunnen ze daar gewoon onder chillen. Laten we dan sowieso even voor hun een bedje maken. Want ja, dat is wel... Kijk, wat dan handig is in deze game, is je kan gewoon kijken van, ja, wat is het dier? Nou, dit is een okapi. Nou, een okapi, toch? Ja, okapi. Nou, dan tip je hier gewoon in okapi. En dan heb je hier alles wat je voor een okapi kan gebruiken. Dus stel, we hebben hier een medium bed. Nou, dus, nou, doen we een large. Ja, large bed. Of ligt dat omdat ze like, laag zitten? Hoe is dit? Is dit genoeg? Nou, ik doe wel gewoon large. Weet je, kan nooit kwaad hier. Twee bedjes. Nou, dan hebben hun in ieder geval twee slaapplekken. Ze hebben een food tray nodig. Nou, dat moeten we dicht bij de dingen doen. Want dat was een tip van iemand die ik heb gekeken. Dat je dicht bij de wanden moet doen waar gekeken mag worden. Want dan, dat vinden gasten heel mooi. Als ze de dieren kunnen zien eten. Dat vinden ze heel prachtig. Vinden ze mooi. Oh, en ze willen heel veel planten. Of nou, niet heel veel. Ja, ze willen heel veel coverage. Oké, de klanten stromen binnen. Stromen. Het valt echt wel mee. Maar, I mean. Hoe duur is de wc eigenlijk? Even tussendoor hoor. Ja, nee. Wc wordt 50 cent. Gratis geld, pikkies. En hoeveel is de informatie? Krijg je daar ook geld voor? Zo, het kost wel... What the fuck? Audio guide, adoption pack cheap, adoption pack... No. Oh, dat zijn gewoon... Oké, sure, nee, dat is prima. Nou, als het goed is, gaan ze nu kijken en gooien ze straks geld in de donation boxes. Weet dat we dik verlies maken, dat ik hem daarom steeds op pauze zet. No worries. Laten we eerst even al die dingen doen. Want ze willen Africa en tropical, toch? Ja. Nou, dan kan je gewoon... Met biome doe je tropical en met continent doe je... wat is het? Wat was het? Afrika. Afrika, zo. En dan geen stenen, like planten. Nou, dan kunnen we hier even kijken wat voor planten ze willen. Doen we hier even twee van deze. Doen we hier even een boompie. Like hier achterin. Top. En een hele grote boom. Damn. Oké, die zetten we hier achterin. Nou, ik denk dat dit wel een goed hok voor hen is. I mean, hun planten staan omhoog. Als het goed is. Habitat is 99%. Wat is het probleem? Cleanliness. Oké, hij is echt 1% niet schoon genoeg. Maar goed, kan ik mee leven? Nutrition is oké. Okay. Weather is net geen 69%. Aw, damn it. En de enrichment is 0. Maar dat komt omdat we nog de enrichment moeten researchen. En dat gaan we meteen even doen. We gooien meteen We gooien meteen op je okapi. En dan kunnen we daar weer enrichments voor fixen. En dan gaan ze waarschijnlijk zelf wel aan de slag. Ja. Oh, voordat ik deze aflevering ga afsluiten, want we zijn alweer een tijdje bezig, ga ik voor dit water een... dat ben ik mijn eerste park helemaal vergeten, toen werden al mijn dieren ziek. Je moet een water treatment hebben. Ja, dat is een ding, een water treatment. Een water treatment is meer een... gewoon letterlijk, dat houdt je water schoon voor je dieren. Anders worden je dieren vies. Of worden je dieren ziek. Sorry, niet vies. Ziek. Zo, en die zet ik even buiten bereik van mensen. Zo, daar. Zo, en dan zit het dichtbij en dan... Hebben de mensen er geen last van als het goed is? Even kijken hoor. Ja, nee. Daar hebben ze zeker geen last van. Mooi zo. En ze hebben... Nee, dat is helemaal oké. Okay. Nou, top. Donation boxes zijn er. We maken wel een beetje verlies. Oh nee, nu toevallig even niet.
Maar ja, onze eerste Okapi's zijn er. En daarmee sluit ik de eerste aflevering af. Hopelijk vond jij het een leuke aflevering. Als je het een leuke aflevering vond, mag je het belonen met een duimpje omhoog. Je mag ook niks doen. Of een duimpje omlaag. Dat moet je helemaal zelf weten. Laat een reactie achter als je dat wil met... wat is jouw favoriete dier? Ja, wat is nou echt jouw favoriete dier? Wat die van mij is... Ik heb geen favoriete dier. Maar ik wil jouw favoriete dier weten. Dus laat het achter als je zin hebt. En dan zie ik jullie de volgende keer waarschijnlijk weer in een nieuwe Planet Zoo. En dan gaan wij nog een diertje neerzetten. Tot later.